gaatje. Hoera, er gaat er eentje weg. Eindelijk is er voor mij een gaatje. Maar wat is dat nou? Die man die gaat niet. Hij zet al eens een ticket, dat is pech. Voor hem beladen met de nodige bagage. Versterker, microfoon en emballage. Ik kan hier echt niet komen op de fiets. Zeven keer heb ik nu rondgereden. Ik ben inmiddels al een uur te laat. Weer die goal kwam tenslotte naar beneden. Maar dat was in een autovrij verleden. Kom op, ik zet hem lekker hier op straat. Ik zet hem op straat. Midden op straat, midden op straat. Ik zet hem op straat, midden op straat. Midden op straat, ik zet hem op straat. Midden op straat, midden... Een Paco Plumtrek, of kwam jij later? Nee, ik heb het podium opgericht. Ja. En je vertelde heel veel over lokale en regionale artiesten die jullie ontdekken en die jullie scouten eigenlijk. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Waar hebben jullie je ingangen dat je dat zo kunt ontdekken? Oh, dat is een korte vraag op een heel lang antwoord. Kijken wie nummer 2 gaat worden. Gaan we kijken wie nummer 2 gaat worden. Commissie Muurgedichten, zeker de werkgroep Muurgedichten. Want u was het collectief in elk geval van heel veel enthousiastelingen. En wij hebben in elk geval op deze nominatie de term Commissie Muurgedichten gezet. Het moment waar u allemaal voor bent gekomen. Vanwege de blijvende inzet van deze organisatie voor een hele grote groep betrokkenen. Bij de identiteit van Almelo, bij het bieden van ontmoetingen en het brede en blijvende aanbod dat ze bieden, heeft de jury besloten dat de Stadsprijs 2017 gaat naar het huis van Katoen en nu. Sprat, dit is een Almeloos icoon. Het huis van Katoen. Ja, het is voor ons een hele opsteker. Met name voor onze vrijwilligers, voor ons bestuur. Het is een stukje waardering naar al die mensen toe waar ze de laatste paar jaar mee bezig zijn. Dat wordt nu in uitdrukking gebracht in die Stadsprijs. Onze medegenomineerden, goed, dat waren ook goede partijen. Die had ik het ook gegund. Ik loop daar nu zo'n anderhalf jaar mee. En een halfjaartje als coördinator. En ik ben nu ongeveer 7 dagen in de week daar bezig. Wat ik heel leuk vind, het is een topteam om mee samen te werken. Het is een heel afwisselend programma wat wij bieden. Dus dat maakt het leuk en dat maakt het leven. Heden met verleden, in dit huis, daar doet men dat. Gebeurtenissen van het jaar die collectief veel indruk hebben gemaakt, passeren opnieuw de revue. Maar meestal zijn het niet de grote wereldgebeurtenissen die de meeste indruk hebben gemaakt op mensen, maar de gebeurtenissen die plaatsvonden in onze eigen levens. De mooie dingen die ons overkomen zijn, maar ook de trieste dingen. En daarbij is het verlies van een dierbare meestal het meest ingrijpend. Wat je zegt. Je zegt er is licht aan het eind van de tunnel. Je zegt maar alleen niet hoe lang deze is. En weet je wat ik veel liever wil weten? Of je bij me wilt blijven in deze duisternis. Je zegt, je moet het een plekje geven. Ik weet alleen niet waar ik dat moet zoeken. En als ik van jou mijn pijn moet begraven, is over mijn dierbare blijven praten dan wel goed. Je zegt, je moet er dwars doorheen gaan. Je vertelt me niets.
Dag Leo Bos, ik zie dat u prachtige kerstliedjes aan het spelen bent hier. En u hebt een prachtig instrument. Kunt u iets over dat instrument vertellen? Ja, zeker. Zou ik dat kunnen. Het is een, officieel is het een diatonisch accordeon. Maar hier in Twente zeggen ze het over het algemeen, het is een trekzak of een trekbuul. Nou ja, er zit een balg tussen en je gaat heen en weer, dus je bent aan het trekken en aan het drukken. Het is wel een bijzonder instrument. Je ziet hem niet veel hier in Twente, of wel? Ik denk wel, maar de meeste harmonica's die ze hier hebben zijn grote drierijers. Die ze bespelen met muziek die eigenlijk hier gemaakt wordt. Ik speel nu kerstliedjes, dus dat is een beetje universeel. Maar dit is eigenlijk een tweerijer. Daar hoor je eigenlijk Ierse en Schotse muziek op te spelen. En een beetje Scandinavisch en zo. Dus het is... Het is wat simpeler dan een drierijer. Je moet er wat anders mee omgaan. Laat het zo stellen. He could be a sinner or a gentleman. He could be the preacher when his sword is down. He could be the lawyer with the stand. He never loved you like I can. He could be a stranger, he paid a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. He can love you like I can. Meer dan een miljoen mensen leven in Nederland onder de armoedegrens. Bij het leger des Heils Almelo werden er vanavond voedselpakketten verstrekt voor mensen die in de schuldsanering zitten of mensen in de bijstand, om voor hun de feestdagen ook iets aangenamer te maken. We zijn hier bezig met kerstpakketten verstrekken. En wat is het doel erachter? Het doel erachter is om het geld wat we de afgelopen weken via de nationale collecte hebben ingezameld. Om dat zeg maar weer terug te brengen naar maatschappijen. En dat te geven aan de mensen die het minder goed hebben dan wij zelf. Met wie werken jullie samen? Wij werken eigenlijk met alle maatschappelijke instanties binnen Almelo samen. Dus maatschappelijk werk. De voedselbank, schuldhulpverlening, allerlei maatschappelijke instanties. En wat hebben jullie deze maand nog meer te doen? Wat we in deze maand nog meer hebben te doen? Nou, leuk om te vermelden is denk ik dat we 24 december kerstavond rond 18:45 gaan zingen in het ziekenhuis hier in Almelo, in het ZGT. Daar gaan we alle afdelingen af om daar de kerstsfeer een beetje te brengen bij de mensen die ziek zijn. En dat wordt altijd zeer gewaardeerd. Dus, alsjeblieft. Thank you.
zeggen hoor. Nee, mag ik zeggen? Hallo! Oh. Oh, foto! Nou, dat is mooiste tijd is aangebroken. Kijk maar om je heen. Hoe het bij mannen, vrouwen, kinderen op ieders gezicht een glimlach over kerstmis is een feest voor iedereen. Laten we kerstmis vieren. Help me mee. De mooiste tijd is aangebroken. Kijk maar om je heen. Hoe het bij mannen, vrouwen, kinderen op ieders gezicht een glimlach tovert. Kerstmis is een feest voor ieder. Vrolijk kerstfeest. De mooiste tijd is aangebroken. Nog mooier dan voorheen. Met familie, vrienden om ons heen zijn wij voor even samen heen. Vandaag was er voor de bewoners van TMZ Meulenbelt een kerstwandeling, zodat ze het kerstverhaal konden herleven. Groet allen, schrik niet, wees maar niet bang. Ik ben een engel van God en ik heb goed nieuws voor jullie. Maria is zwanger en ze zal een kind krijgen, de Zoon van God. Hij zou Jezus gaan heten. En later als hij groot is, zal hij goede dingen voor ons gaan doen, lieve mensen. Ga naar Jezus, onze redder. Een goede reis. Hallo mensen, hebben jullie het al gehoord? Hebben jullie het al gehoord? Nee. Wij hebben net wat gezien, echt waar. Ik geloof het met ogen niet. Wij zagen een echte engel. Echt waar, ik zweer het jullie, het was een engel. En de engel zei dat er een redder is geboren. De heiland, onze herder. En hij is geboren in de stad van Bethlehem. David. De stad van David. En je kunt hem vinden in een stal. Hij is gewikkeld in doeken en er ligt in de kribbe. Echt mensen, volg de ster en zoek onze heiland. Een heel goede reis gewenst. Hallo, wij zijn de drie wijzen uit Oorsen. Mijn naam is Baldassar. En mijn naam is Kaspar. Mijn naam is Melchior. Bij volgende ster naar Bethlehem, we hebben gehoord dat daar een koning is geboren. Wij wilden de koning ere brengen en cadeaus brengen. Ik heb mirre meegenomen. Mijn naam is Kaspar en ik heb wierook meegenomen. Mijn naam is Melchior en ik heb goud meegenomen om de koning te mogen eren. Bedankt voor uw aandacht en een goede reis verder.
kerk u heeft genoten van deze kerstwandeling. Hopelijk zien we u volgend jaar weer. Hartelijk dank. Op 4 april 1945 trokken Canadese legereenheden Almelo binnen om de stad te bevrijden van achtergebleven Duitse troepen. De inwoners van Almelo wilden graag een blijvende herinnering aan de gebeurtenissen van deze dag. Er werd een prijsvraag uitgeschreven onder Overijsselse architecten. En als winnend ontwerp kwam in 1951 dat van Jo Baljet uit de bus. We're gonna party till the sun.
your worries and let's have some fun. Everybody's dancing, baby. The summer's just begun. Dance and sing until your day. We're gonna have a life of the party, honey. You know your thing. Summer breeze aside, I'm feeling fine. I feel good, baby, all the time. I'm fine. How are you? We're going to party the whole day, bro. This goes out to the future generation. They don't rock it all across the nation. Come laughing, don't you? We're around. Cause we're going to party till the sun goes down. Wow. This goes out to the future generation. Come rock it all across the nation. Come laughing, don't you? We're around. Cause we're going to party till the sun goes down. We're going to party till the sun goes down. This goes out to the future generation. Come rocking all up across your nation. From laughing, don't you? Wear no frown. Cause we're going to party till the sun goes down. Wow. This goes out to the future generation. We're going to rock it all up across your nation. Come laughing, don't you? Wear no frown. Cause we're going to party till the sun goes down. Say what?